Ja, en dat is dan haar laatste hindernis. En daarna kunnen we ook het klassement voor avond gaan maken. We weten hoe dat de reden heeft. Gisteren natuurlijk een uitstekende derde plaats onder de vuur behaald. Nu op weg naar de finish. En dan gaat de tijd stilstaan op de zevende tijd op hindernis nummer 8 voor Els Roekman. Lisa Houtier en hindernis nummer 7. Allez, allez, hop, 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 hop! Het is een zware. Als je het verder hebt, van de bomen.